Ik doe elke week nog krachttraining om weer op mijn oude niveau te komen. En, want ik denk ook echt dat het mij wel gered heeft. Dat ik zo fit was en in goede gezondheid. En dat ik er daarom weer zo snel bovenop ben gekomen. Ik was op vakantie in Turkije. En daar ben ik ziek geworden al vrij snel op de tweede dag. Eigenlijk gewoon hoesten, keelpijn, koorts. Het was in de periode dat hier de griepgolf was. Dus iedereen was ziek en ik dacht er ook niks geks van. Toen ben ik na een week teruggevlogen naar Nederland. En toen was ik ook echt al heel erg ziek, maar dat heb ik zelf helemaal niet doorgehad. Toen ik op de luchthaven stond op Schiphol, toen herkende ik mijn eigen koffer al niet eens meer. En vanaf dat moment weet ik eigenlijk helemaal niet meer wat er gebeurd is. Toen ik weer bijkwam, toen merkte ik dat ik een slang door mijn keel had voor de beademing. En ik had een slang in mijn hals die de longfunctie overnam. En na een week mochten die slangen eruit. Ik heb toen 3 maanden geen stem gehad, dus ik heb gefluisterd. En ik merkte dat ik mijn lichaam niet kon bewegen. En dat heb ik weer helemaal opnieuw moeten leren. En dat begon dan bij zitten en daarna lopen. En stap voor stap heb ik alles weer opgebouwd. En heb ik 5 weken in een revalidatiecentrum gezeten. De groep A, streptokok, is een bacterie. Veel mensen raken wel eens besmet met die bacterie. Als u dan ziek wordt, heeft u meestal milde klachten. Soms kunt u ernstig ziek worden van de groep A streptokok. U raakt besmet met deze bacterie via kleine druppeltjes die bij hoesten of niezen in de lucht komen. Maar bijvoorbeeld ook via wondjes op uw handen. De ene persoon merkt niets van de bacterie en wordt ook niet ziek. Terwijl de ander er keelpijn, amandelontsteking, krentenbaard of roodvonk van kan krijgen. Soms komt de bacterie dieper in de huid. Dat kan wondroos veroorzaken. Als de bacterie nog dieper in de bloedvaten, botten, gewrichten, nieren, hart- of hersenvliezen komt, dan kunt u erg ziek worden. Meestal is dan een ziekenhuisopname nodig. Na een bevalling kan de groep A streptokok ook baarmoederontsteking geven. We noemen dat kraamvrouwenkoorts. Een ernstige infectie met de bacterie is meestal goed te behandelen met antibiotica. U kunt proberen de besmetting te voorkomen door in de elleboog te hoesten en te niezen en papieren zakdoekjes te gebruiken. Was regelmatig uw handen. Als u een wondje heeft, verzorg het dan goed. Spoel het schoon met water. Gebruik zeep of ontsmet het met jodium of chloorhexidine. Doe er een pleister op of verbind het met schoon verband. Het gaat eigenlijk heel goed. Helemaal als je kijkt naar waar ik vandaan kom, dan kan ik er weer heel veel. Ik merk wel dat ik nog heel erg snel moe ben. Dus het is elke dag nog wel zoeken naar de balans. Wat kan ik wel en wat nog niet. Ik heb last van concentratieproblemen. Ik ben snel mijn focus kwijt. En ik heb snel last van prikkels als het te druk is. Of dingen komen sneller nu bij me binnen.